Vanochtend zien we veel bewolking boven ons land. Lokaal valt ook een bui, met name in het westen en noorden van het land. Maar in de loop van de dag dan zal de zon ook weer regelmatig te zien zijn en blijft het op de meeste plaatsen droog. Dat is eigenlijk ook vanochtend al het geval. De temperaturen dan rond een graad of 12. En er waait bovenland een matige tot aan zee een vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag neemt die wind verder in kracht toe, wordt matig tot krachtig. En aan zee kunnen met name later vanmiddag mogelijk ook als ware windstoten voorkomen in het noordwestelijk kustgebied. De bewolking wordt weer iets dikker, met name vanavond is de bewolking wat dikker. En dan kan er vooral in het noordwesten van het land een beetje regen vallen. Dan nog wat meer wind, dan een, een harde tot stormachtige wind aan zee. Ook morgen waait het hard met aan zee kans op zware windstoten. Aan zee dan een, een harde zuidwestenwind en boven land vrij krachtig. Temperaturen nog wel hoog met 16 tot 19 graden. En pas in de avond vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen regen. Zondag in de loop van de ochtend trekt de regen uiteindelijk zuidoostwaarts weg. Daarna breekt de zon af en toe door. Met 12 graden is het wel een flink stuk koeler. Ook de dagen daarna is het een stuk koeler met een graad of 12 en vooral de nachten die verlopen dan koud. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.